Hey, leuk dat je weer een video komt kijken met een workout. Ik hoop dat jij deze workout ook wil gaan doen. Het is een benen, billen en buik workout. We beginnen hier met een kleine opwarming. Hiervoor maakt het niet zoveel uit wat je doet als je maar even 5 minuutjes een beetje lekker opwarmt en je lichaam losgooit. We beginnen met 15 jump squats. Je springt omhoog. Komt in een squat houding en springt weer terug omhoog. Hier doen we een side lunge. Deze doen we zowel 10 keer aan de rechterkant als 10 keer aan de linkerkant. Succes! Dan gaan we de glute bridge doen. De allerbelangrijkste oefening voor de billen. Ga liggen en duw je billen omhoog. Span ze ook echt goed aan en hou ze daarna nog even goed aangespannen. Doe het 10 herhalingen of 20, net een beetje wanneer het zeg maar gaat branden. Heb je deze oefening nou al vaker gedaan en voel je niet meer zo snel branden? Dan kan ik je ook adviseren om met 1 been te doen. Hou je bovenste been dan ook goed gestrekt naar boven. En dan nu gaan we een variatie doen van de donkey kicks. Ik doe eerst de gewone donkey kick waarbij je op je handen en knieën steunt en je been naar achteren duwt. Goed je billen aanspannen. Daarna doe ik hem met rechte been. Doe ze allebei 10 keer. En focus goed op je billen. Denk eraan. Hierna doe ik hem nog 10 keer, maar dan vanaf mijn ellebogen en dan duw ik hem echt helemaal in een horizontale lijn met mijn rug. Dit kan pittig zijn, maar doorzetten. Het is echt de bedoeling dat je je billen voelt branden. Pas na deze verschillende variaties, allemaal 10 herhalingen, ga je verder met de andere kant. En dan gaan we weer verder naar de zijkant. Dan ga je dus op je zij liggen. Trek je knie omhoog. Leun op je arm. En hou je voorste been gestrekt. En duw hem omhoog. Het kan zwaar zijn. Als het echt te zwaar wordt, dan doe je hem zo. Oké, let niet op hoe het eruit ziet. Je zult je waarschijnlijk een soort hondje voelen. maar je gaat dus op je knieën en ellebogen. En je duwt je knie naar de zijkant. Dit is een hele goede voor de zijbilspieren. En dan weer de andere kant ook 10 keer. Oké, dan gaan we nu verder met een buikoefening. Je gaat in de lucht liggen en je neck raise waarbij je keertje in je hoofd en langzaam laat gaan. Herhaal dit 10 keer. Wil je nu echt eventjes aanspannen, hou je voeten vlak boven de grond, het liefst een beetje wijd. Mag ik je handen leunen en hou hem vast, 10 seconden. Dan gaan we nog 10 sit-ups doen. Dus echt helemaal omhoog komen. Een sit-up betekent dat je echt helemaal op gaat zitten. Het is geen crunch, dus je moet echt helemaal omhoog. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two.
Oké, toppertjes, jullie zijn er bijna, want we gaan er nog eentje doen. En deze is echt supergoed voor al die drie spieren die we aan het trainen zijn vandaag. De benen, de billen en de buik. Deze lunge, die stap je naar voor, naar het midden en naar achter. Naar midden en weer naar voor. Steeds aan dezelfde kant. En dan na 10 stappen, of nee, eigenlijk 20, want 10 voor en 10 achter, ga je pas verder met de andere kant. Zo, en nu even rust en dan de gehele routine nog 2 keer doen. Vergeet je niet te abonneren, zodat ik jou kan blijven motiveren. Thank you.